die is geglitcht. Ah. Toch niet. Weg. Dat hier links. Oeh ja, je kunt springen. Plus 10 voor mijn schrikactie. Jee, weer plus 10 verdiend. Sleutel. Let's do this. Sommige dingen zijn zo onvergeeflijk in dit spel. Ja. Oh, ga weg. De E van enorm, de M van magistraal, de I van intellectueel, de L van lekker en de E van excellent. Ik ga straks dood. Die beesten. Ja, oneerlijk. Dan moet je er langs en dan... Het is gelukt. 09061 mil. Hebben we nog een sleutel? Nee, fantastisch. Dan gaan we weer langs de ettenbakjes. Waar ik nu toch hoogstwaarschijnlijk wel dood zou gaan, ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is een van de meest irritante kamers. En waarom? Je moet springen hier over die gaten, maar deze beesten, als je daar één keer door geraakt wordt, val je erin. Dus het is een kwestie van heel goed timen. Echter, zoals je ziet, is dat nog vrij lastig. Weet je, we gaan gewoon met jump. En dan maar hopen op het beste. En ze nemen ook nog eens je experience points weg. Dus. Maar dat ging aardig. Met jump is... Die jump is wel te doen. En die duwen gewoon de lava in. Nee, toch niet? Toch niet? Ja. En dit is dus de reden. Goed, nog één leven te gaan. Hopen dat we de eindbaas kunnen bereiken, want dat is een eitje. De eindbaas. En dit soort dingen zijn dan gewoon ronduit. Got this.
Ja. Skippen gewoon alles. Geen risico's. Zo. Weg je mee. Jungle Jack. Ja, de baas. Dat is mooi. Het is erg moeilijk, deze baas. Gewoon een kwestie van hier staan en dit doen. En dan wachten tot hij dood is. Wat zoals je ziet vrij rap gaat. Dat was hem. Ja, dat is heel easy. Alleen dat het punt is, zeg maar, dat je wel echt een spruit nodig hebt om die te halen. En ik weet nog goed dat ik in mijn eerste playthrough die spruit niet had. Dan is het even puzzelen. Zo. Wil ik nog niet oppakken. Dat is een extra leven, die vind je random over de hele wereld. Ja, ik ga mezelf één keer dood laten maken, denk ik. Dat is maar het beste. Ja, dan heb ik weer 3 levens. Maar leuk dat jullie allemaal kijken, jongens. Dat stel ik op prijs. Na mijn epische falen met Zelda 2. Jungle Jack, echt een aanrader dit spel. Mocht je ooit de kans krijgen en de tijd hebben om dit spel te spelen, probeer je. Ik zeg niet dat je hem uit moet spelen, want dat is een hele helse klus. Maar ik denk dat je de AI wel kan waarderen in dit spel. Dank je, Oxy. Oh, je hebt hem 2 keer liggen. Tof. Nou, Dungeon 5. Let's go. Hier heb ik al helemaal geen idee waar ik naartoe moet. Maar ik weet wel dat ik hier level 8 kan worden op alles. En het wordt even saai voor jullie, maar... Jack, mijn record staat op 3 uur 40. Voor Zelda 1. Dus je weet wat je te doen staat. En dit is ook gewoon gemeen. Dan moet jij helemaal het scherm uit. Helemaal teruglopen. Voor de sleutel. Kan je weer weg.
Als het goed is hier links kan ik grinden als een malle. Ik ben het bijna zeker nu. Ik weet het zeker. Even wachten tot alles gevallen is. Ja, dat is hem. Nou is de kwestie van de hele tijd hier staan, niet doodgaan. Succes ook, zie. Het lijkt misschien eventjes traag hoe dit, dit gaat. Dus, het komt wel goed. Ja, nou blijf. Succes dan. Goed zo, ik heb snellere grind momenten gehad. Excuses daarvoor. Dat is hem. Nou hebben we de draai te pakken. Dit gaat even heel saai worden, maar het is brood nodig. Wel nee, Jack. Nou lieg je. Jackie.